three championship in 1 year. A little bit lighter, a little bit easier to maintain. You can stick. Oké, we staan hier naast Bert van Blue Rooster. Blue Rooster is officieel de importeur van Western Airguns. Dit is een relatief nieuw merk, althans vorig jaar rond deze tijd had ik er eigenlijk persoonlijk nog nooit van gehoord. Het was wel een merk LCS, hè Bert? En ja. Vertel even het verhaal. Hoe is Western Airguns eigenlijk een beetje ontstaan? Western Airguns is eigenlijk ontstaan door de technische man achter LCS, het concept, ja. Is weggegaan bij LCS. Die is samen met een Amerikaans bedrijf, hebben ze de handen ineengeslagen en zijn Western Airguns gaan beginnen. Ja. Dus qua concept komt bij sommige mensen komt het wel een beetje dicht in de buurt bij andere merken, wat je zegt LCS. Alleen wat wij hebben is eigenlijk een hogere kwaliteit en een veel hogere kracht, zeg maar, als de oudere versies. Ja. Ten tweede is de Radler, die heeft het vast magazijn. En daarnaast hebben we de kleinere zus, die heeft een verwisselbaar magazijn. Ja, en dat is uniek. Een titanium magazijn, hè? Hele ja. Hoge kwaliteit. Ja, absoluut. Wat natuurlijk denk vooral deze buksen van Western Airguns heel erg interessant maakt, is dat ze zowel semi als volledig automatisch kunnen schieten. Dat ze enorm veel kracht hebben. Ja. En ze gaan all the way up to 9 mm, hè? Dat is dit exemplaar. Ja, ja, ja. Die schiet dan wel overigens alleen semi-automatisch, die schiet niet volautomatisch. Je vertelde net dat er later misschien nog een groter kaliber in komt. Ja, ze zijn nu bezig met het ontwikkelen van een groter kaliber. Ja. Dus alleen in het loop van de jaar zal deze geïntroduceerd gaan worden. Tof, ja. En daar heb ik hele hoge verwachtingen van. Ja. Want dat zal ook alweer een plaatje worden. Ja, dat zal absoluut wel weer een plaatje worden. Ja, het is natuurlijk, als je kijkt kwalitatief gezien, het zijn niet de goedkoopste buksen. Nee, ik moet zeggen, de kwaliteit, de algehele kwaliteit, dat is, ze worden gemaakt in Amerika, is het niet? Ja, het is een Amerikaanse product. Helemaal Amerikaans. Wordt ook daar ook, zeg maar, ook helemaal geassembleerd. Ja. In Arizona, in Phoenix. Daar zijn we verleden jaren ook geweest bij de fabrikant. Ja. En wat ze eigenlijk hebben, ze proberen alles straks echt helemaal in eigen huis te hebben. Dus ook de loper. Ze zijn met een loop bezig die komt. Ja. In het loop van het jaar wordt die ook, zeg maar, echt geïntroduceerd. En dat zijn eigenlijk, zeg maar, de beste kwaliteit lopen die je kan bedenken. Ja, het is een mooi spul. Het zijn natuurlijk ook in volle automatische buksen. Heb je natuurlijk buksen zoals bijvoorbeeld een Hudson Blitz, hè, al wel bekend natuurlijk. Ja, ja. Redelijk zware trekken, dat is altijd een beetje. Dit daarentegen heeft een hele lichte trek. En het is eigenlijk een soort van hameloos systeem. Het is een hameloos systeem. En wat je zegt, het is een beetje, zoals ik zeg, maar met appels, met alle respect voor de andere merken, appels met peren vergelijken. Andere prijsklasse ook natuurlijk. Andere prijsklasse. En wat je ook zegt qua detail, is natuurlijk een titanium magazijn. Ja. Is natuurlijk veel lichter, veel sterker van kwaliteit. En je kan met de buksen schieten met pallets, maar ook met slugs, want daar zijn ze ook echt helemaal voorbereid. Je hebt een afstelbare regulator. Ga je met slugs schieten, kan je hem altijd nog een klein extra tikje kan je hem geven. En daarmee stel je de klep eigenlijk toch met deze schroef die hier aan de onderzijde zit. Klopt. Ja, het is natuurlijk wel zo dat je, als je deze gaat gebruiken, dan moet je met respect behandelen. Dus 1-2 klikjes. Ja. Niet helemaal gaan niet draaien. Niet de hele schroef losdraaien. Nee, want dan gaat die, kan die carrygreep niet. Precies. Ja. 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 Nou, ziet er super tof uit, Bert. Ik had vooral deze gelamineerde variant van de Sidewinder had ik nog niet gezien. Nee, de gewone Sidewinder en die Sidewinder Compact, die hebben wij al. Ja. Net als daarboven hangt de Bushbuck. Hè. Dat is dan een enkelschotsysteem. Die hebben wij in de gelamineerde kolf. En die heb je nu dus tegenwoordig ook met een normale houten kolf. Ja, dat is de punt 45, de Bushbuck. Dus dat is een 800 joule bux. Dan ga je keuze maken. Eén keer achterhalen, het grendel is 400 joule. Twee keer is 800 joule. Ja. En die hebben we nu ook, zeg maar, in de walnoten uitvoering. Ja. Naast de gelamineerde uitvoering. Ja, super tof. De Bushpick is eigenlijk een beetje een soort wat tactical-achtige uitstraling. Ja. Ook een zeer krachtige bux. Ook een punt 45. Ja, ook in de punt 45. Punt 45. Ja, absoluut. Nou, ziet er super tof uit. Wel gaaf om ook echt een high-quality luchtbuxmerk, hè? Amerikaans natuurlijk. Ja, ja, absoluut. En vol en semi-automaat. Nou, dit zijn buxen die proberen we eigenlijk altijd al wel goed op voorraad te hebben. Mede dankzij Bert lukt dat eigenlijk heel erg goed. Dus we zijn een goede partner daarin. Ja. En hartstikke bedankt, Bert. Dankjewel. Okay. Hoi.